Het import- en exportbedrijf Galtrade Logistics Suriname heeft gisteren de eerste douanepakketten loods in Wanica geopend. De onderneming wil de verschepingen vanuit Nederland en Suriname bevorderen door middel van de import en export van goederen. Daarnaast wordt gezorgd voor werkgelegenheid en tijdbesparing voor met name de bewoners uit Wanica, Para, Brokopondo en Saramaca. Galtrade Logistics bestaat reeds 10 jaar in Nederland, maar Galtrade-directeur Ramesh Kalu besloot ook een vestiging in Suriname te openen. Hij koos voor Wanica vanwege de decentralisatie. Van geluk spreken dat het vandaag de opening mag zijn van de eerste douaneloods in Wanica. Dus het diaspora-beleid is eigenlijk ook van toepassing, want ik ben gegaan naar Nederland en ik ben eigenlijk teruggekomen. En ieder die denkt, die heer is weg, die woont in Nederland. Maar het is eigenlijk werken in Nederland en wonen in Suriname. Dus ik ben terug, ik heb met alle ondersteuning van iedereen hier in Wanica een douaneloods mogen opzetten. En met alle ondersteuning van iedereen zal ik ook alles doen binnen de perken van de wet. Om dit heel lang vol te houden, door te gaan, werkgelegenheid te creëren voor de mensen hier. Een voorbeeld te zijn in Wanica. Een uniek moment voor het district waarbij efficiënte dienstverlening en mede in het kader van het decentralisatiegedachte deze dienst ook aan de burgers wordt aangeboden. Een grote uitdaging om nu te investeren. Als DC van het bestuursresort juich ik elke ontwikkeling binnen ons district toe. De kunst is om deze onderneming te blijven stimuleren. Inzetten op innovatie en een goede samenwerking, dan denk ik dat wij invulling hebben gegeven aan het nog meer welzijn en welvaart van ons land. Minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme juicht het particulier initiatief enorm toe. Vanwege de verkeersdrukte is de vraag naar gedecentraliseerde diensten momenteel heel groot, zegt de bewindsman. Het heeft me ongeveer 3 kwartier genomen om vanuit de stad hier naartoe te komen. Er zijn verschillende knooppunten. Het was in feite degene die van deze voorziening gebruik zouden moeten maken, waarschijnlijk evenveel tijd om Paramaribo te bereiken. De noodzaak van decentralisatie begint zich aan te dringen. En met dit soort initiatieven zie je dat ondernemers niet stilstaan. Ze wachten niet op de overheid, maar ze nemen initiatieven. Ze zien business en wat wij nu moeten doen is de zaak als overheid ondersteunen, begeleiden, helpen. Omdat het nog meer mogelijkheden biedt. Het geeft het voordeel dat je dus tijd, geld, maar time is money, dat je dus dat kan besparen of in ieder geval op een efficiëntere manier kan gebruiken. Minister Ferdinand Welzijn van HINT gisteren bij de opening van het import- en exportbedrijf Galtrade Logistics. Het bedrijf opent als eerste een douanepakkettenloods in het district Wanica.